was hem, de allerlaatste uitzending. En je hebt er heel veel gemaakt. Ja, nou alleen al bij Noos bijna 400. Maar als je nou nagaat dat er in een tijdbestek van een kleine 30 jaar... elke week een zaterdag sportuitzending was. Dus dat zijn er ongeveer 50 in een jaar. Keer 30 is 1500. En dan had ik elke maandagavond nog even een nabeschouwing. Dus zeg maar een 2500 uitzendingen. Ja, dat is echt mega veel. Ja, dat is eigenlijk mega veel. Ja, dat mag je wel zeggen. En die moest je ook allemaal voorbereiden. Kijk, ik zeg wel, zo'n uurtje sport, zoals op maandagavond. Ja, dat kost je toch in elk geval 2 uur. Dat is op maandag, want dan ga ik op tijd weg. Steeds voor zeker om 4:15 ga ik weg. Voor ik thuis ben, is het 7:30. Ik heb op zondagavond de voorbereiding. Dat kost toch ook zeker een uur. Ja? Dan moet alles al mee zitten. Dus dat is voor dat ene uurtje sport wat je dan dus op de radio hoort, ben je toch een uur of 3-4 mee bezig. Maar dat is mooi, hè? Want een luisteraar, of de luisteraars die luisteren, die hebben totaal niet in de gaten wat er eigenlijk achter de schermen dan gebeurt. Nee, dat absoluut niet. Nee. En als je dan dus weet, zo'n donderdag, woensdag, dan komen Ben en ik even bij elkaar. Dan zeggen we, nou, wat komt er in grote lijnen in? Ja, dat en dat en dat. Nou, dat spreken we af. Ik zeg, bel jij die? Oké, doen we. Maken we afspraken over. Ik maak een draaiboek. Maar dan moet je je voorbereiden. Je hebt gasten. Hè? En ik kan mezelf niet veroorloven dat ik niet iets weet van die gasten. Dus als Albert Timmer komt, dan moet ik weten hoe het ermee staat. Als Nick Kimman komt, dan moet ik weten hoe het ermee staat. Wat hij gedaan heeft. Een stukje voorbereiding. Dat is een stukje voorbereiding. En dat kost tijd. Dus vandaar dat ik zeg, als mensen vragen van hoeveel kost je dat nou in de week? Ja, dat hangt er een klein beetje vanaf van de tijd van het jaar. Want als er een druk sportseizoen is, heb je er minder werk mee dan wanneer er bijna geen sport is. Dan kost het je 15 uur in de week. 30 jaar lang, 15 uur in de week, vrijwilligerswerk. Echt diepe compliment. Ja, maar je vindt het leuk toch? Een sport is leuk. Maar weet je nog de allereerste keer dat je binnenkwam bij de omroep? En dan heb ik het eigenlijk over het begin van de lokale omroep in Dedersvaart. Van daar ben je begonnen. Ja, dat weet ik nog wel. Hoe ging dat toen? Ja, dat zat onder in het oude gemeentehuis. Nou, daar zitten de zware deuren nog. Want het was zo'n bunker, hè, waar we in zaten. En ik moest 1 uurtje sport doen. En in dat 1 uurtje sport, dan moest je dus nabeschouwingen doen van volleybal. Van de korfbal. Van voetbal. Je had nog een gast. En dat moest je in 1 uurtje doen. Nou, dat heb ik een jaar gedaan en toen heb ik gezegd van dit doe ik niet meer. Het moet langer. Dit kan niet. In een uur tijd kun je geen aandacht aan een sport besteden. En aan het sportleven wat zoveel impact heeft in de maatschappij. En toen heb ik meteen gezegd van oké, dit moet meer worden. Wat zullen we doen? 3 uur of 4 uur? En toen hebben we gezegd 4 uur. En dat was meteen de zaterdag? En dat was op de zaterdag. Ja, zaterdagmiddag. En dat kon aanvankelijk niet. Nou, ik zeg, dan zoek je maar een ander. Ik zeg, dan stoppen we ermee. En dat was, ik praat niet over mezelf alleen, want Gert Vogelsang en ik deden dat samen. En toen is het 4 uur geworden. Van 2 tot 6. En dan praat ik over de jaren 80, 88. 30 jaar geleden. 1988. Ja. Ja. En welk team was er toen dan? Aan sport. Roel Visser. Nou, Gert. En ik. En we hadden wat techneuten. En die techneuten waren niet alleen voor de sport, maar die deden ook andere programma's. En bij Tourbeurt zaten er bijvoorbeeld mensen uit de religie. Die zeiden ook van, goh, dat vind ik wel leuk. Henk Westers, Gerrit Huppeldepup. En die vonden dat leuk. Johan Keunhoff was natuurlijk van het eerste uur. En die jongens die vonden dat leuk. En als jij dus een sportprogramma hebt waar je ook echt aan sport aandacht besteedt, dan is het leuk om te doen, toch? Dan vindt iedereen het leuk. Dan vindt iedereen het leuk. En jijzelf ook. Hè? Maar ik kan me nog wel herinneren, inderdaad, het eerste uurtje wat ik toen had. En toen had ik 1 gast uitgenodigd. Nou, die ken je ook allemaal. Henk Hof uit Balkbrug. Ja.
Hè? En ik wilde met Henk, die had toen net zo'n loopgroep opgericht, weet je. En nou, ik denk, dat vind ik wel interessant om daar eens even over te praten. Dus ik had een hele lijst met vragen gemaakt, weet je. En ik stelde één vraag. En toen had Henk al mijn vragen beantwoord. Dus ik was met een 1-2 minuten was ik klaar eigenlijk. Hè? En toen denk ik van ja, dit moet anders. Hè? Dus, we kennen jou als een hele grote prater. Nou, ik ben niet zo'n grote prater. Het is de bedoeling dat ik de mensen laat praten. Hè? Ja, maar dat gaat jou heel goed af. Ja, nou ja, goed. Maar dat betekent wel dat je eerst moet voorbereiden. Hè? Je moet er wat van af weten, dan kun je erover praten. En als je er niet niks van af weet, kun je er ook niet over praten. Nee? Ja, maar sport gaat jou toch aan het hart? Dan ben je op de hoogte. Ja, dan ben je op de hoogte, ja. Ja. Maar ik vond het met actualiteiten ook, want ik heb natuurlijk ook heel veel actualiteiten gedaan. En dingen uit de natuur vandaan. Ik heb geloof ik ook wel 10 jaar programma gedaan. Een uur natuur. Vind ik een van de mooiste programma's die ik gedaan heb. Nee? En ja, dat zou ik eigenlijk nog wel willen doen. Nee? Maar ik zeg, moet ik nou niet meer aan beginnen. Maar dat vond ik hele mooie programma's, ja. Dat zijn ook hele mooie programma's. Ja, ik heb toen altijd van begin af aan geprobeerd om dat te doen in de trant van de Vroege Vogels. Ja. Elke zondagmorgen van 8 tot 10, tegenwoordig van 7 tot 10, heb je dat programma Vroege Vogels. Dat vind ik een van de mooiste programma's van de omroep. Hè? En tegenwoordig is er ook een tv-programma, een variatie op. Maar ja, ik mocht dat graag doen. Hè? En als ik zie, ik ben ook altijd in de natuur bezig. Ja, 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 eigenlijk, je bent super actief. Oh ja, dat moet je ook doen. Maar naast de omroep doe je eigenlijk nog veel meer dingen. Ja, ik doe nog veel meer dingen. Ja. Hè? Maar je moet lichamelijk en geestelijk actief blijven. Ook als je oud wordt. Ja? Terug naar de omroep, want ja, de lokale omroep Averijst. En hoe ging het toen verder? Nou, via Averijst, de gemeentelijke herindeling, hè, hebben we diverse omroepen gehad. Hè? Om de kool en de geit te sparen hebben we de fusie tussen die drie gemeentelijke omroepen genoemd. Omroep Reest en Vecht. Nou, dat moest je elke keer uitleggen wat dat betekende. Dus toen hebben we uiteindelijk na een aantal jaren gezegd van oké, we zijn nou wel over de ergste frustratie heen van die herindeling. Laten we het maar RTV Hardenberg noemen. Dan weet iedereen wat dat is. Maar laten we er wel op wezen, het is een omroep van de gemeente. Nou, ja, helaas ging die failliet. Hè? En een half jaar later werd het Omroep Noos. Nou, dus de laatste jaren nog prachtige radio gemaakt. Ja, nou, ik heb de laatste jaren, toen ik daar weer bij terugkwam, toen heb ik gezegd van ik wil alleen nog maar sport doen. En de rest niet. Hè? Want het was zo arbeidsintensief. Hè? Vooral ook omdat je de redactiewerk ook deed. Ja, zeg, eigenlijk te arbeidsintensief, hè? Voor iemand. Maar ja goed, als je dus bij huis bent, je bent gepensioneerd, dan heb je daar tijd voor. Maar ja, ik ben toch een beetje perfectionist, dus ik wilde het altijd goed doen. Dat weten we. He? Dus ik wilde het altijd goed doen. En dan kost dat tijd. Wat heeft heel veel indruk op je gemaakt? De laatste jaren? Ja, gewoon de afgelopen 30 jaar. Maar zeg, goh, nou, dat was iets. Nou, kijk, ik heb met een aantal dames die me steeds geholpen hebben bij het samenstellen van de programma's, vooral het redactiewerk, maar heb ik uitstekende relaties mee opgebouwd. En dan kon ik dames die ik eerder niet of nauwelijks kende, hè, vriendschapsbanden mee aangeknoopt. En ja, dat zijn leuke dingen. Hè. En omdat die eigenlijk van hetzelfde laken en pak waren. Hè. Dus die wilden dat ook zo goed mogelijk doen. En dat is dan leuk. Ja? En daar bouw je dan een relatie mee op, hè, kerel. Dus dat is het leuke. Tot straks. Ja, tot straks. Ja, dat, dan gaat er straks wat gebeuren. Dat doen we er even tussendoor. Ja, 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 ja. Ja, ik moet nog op Java zitten. Nee, maar dat zijn de leuke dingen. Er zijn ook wel een aantal vervelende dingen gebeurd, natuurlijk. Ik heb wel eens vaker gezegd, soms voelde ik me net zo'n sociaal werker, hè, om ja, de zaken in goede banen te leiden. Maar er zijn toch ook een heleboel leuke dingen gebeurd. Die vervelende dingen, oké, die heb je weggestopt. Een stapje overheen. Hè? Uitgaan van de positieve. Ja, maar steeds ook proberen te corrigeren. Hè? Te zeggen van, oké, hoe kunnen we dit oplossen? Ja? Kunnen we het oplossen, ja of nee?
Niet meteen de kont tegen de krib gooien, maar proberen een oplossing te zoeken. En dat is me over het algemeen wel aardig gelukt. Ik weet het zeker, Jan. 30 jaar Jan Uithof bij de lokale omroep. Bedankt voor de afgelopen 30 jaar. Ik heb het met plezier gedaan. Jan, het gaat je goed. En we gaan elkaar zeker tegenkomen in het dorp. Vast en zeker, ja. Thank you.